De Surinaamse Bankiersvereniging betreurt de impasse die is ontstaan tussen de bestuursorganen van de Suriteens Bank, die geleid heeft tot de tijdelijke op non-actief stelling van directeur Ajay Surj Balisingh. Dit stelt de bankiersvereniging in het persbericht. Volgens de belangenorganisatie heeft Suriteens Bank, ondanks haar relatief korte bestaan, haar bestaansrecht op de Surinaamse markt bewezen. Zij doet derhalve een beroep op alle betrokken partijen om in het belang van de bank, in onderling overleg en in lijn met principes van goede corporate governance, te komen tot een oplossing van dit conflict. De Surinaamse Bankiersvereniging heeft er vertrouwen in dat Suriteens Bank NV in overleg met de Centrale Bank van Suriname de juiste maatregelen zal treffen om de kwaliteit van de dienstverlening als ook de duurzaamheid van de bank te waarborgen. Intussen heeft ook de Centrale Bank via het NII een verklaring uitgegeven. De moederbank volgt de ontwikkelingen nauwlettend en verwacht dat de Suriteens Bank NV, SCB, haar interne problemen binnen korte tijd zal oplossen. Uit diverse rapportages is volgens de Centrale Bank gebleken dat de SCB voldoende liquide is, waardoor er geen reden is voor ongerustheid. Een bankinstelling is liquide als zij in staat is om direct aan het betalings- en aflossingsverplichtingen te voldoen. De Centrale Bank geeft de samenleving de geruststelling dat de continuïteit van de Suriteens Bank NV niet in het geding is en dat zij nauw overleg blijft met de directie en de Raad van Commissarissen van de bank.